Dus je wil weten hoe je een goede drag eyeliner kan zetten? Ja, precies. Oh. Dag lieve mensen, ik ben Boris. Je kan me ook wel kennen als NV Peru van Drag Race Holland. En ik ben vandaag in Apeldoorn op het Christelijk Lyceum. En hier zijn we op zoek naar Mart. En Mart is ook een van de campagnejongeren voor de poster voor de Paarse Vrijdag. En het leuke is, Mart houdt van drag. Nou, daar is hij al. Kom lekker die trap op. We mogen natuurlijk niet knuffelen, nee. Maar we gaan het op zijn drags doen. We gaan even luchtkusjes geven. Mart, ik begin altijd met de ik kom in huis vallen vraag. Wat is je geaardheid en hoe identificeer je jezelf? Nou, ik identificeer mezelf als een jongen en ik val op jongens, dus ik ben homoseksueel. Yay! Ik ook. Kom je mee? Oh, Mart. Nou, dat begint al goed. Want ik zie hier wel de regenboogvlag. Ja, aan het begin van onze school hebben we dus gelijk een respectteken naar de LGBTQ tour. Onze school heeft ook dus een aparte GSA-groep. Hallo, dag meiden. Hoe is het? Naomi is ook een van onze poster girls voor de Paarse Vrijdag. Hoe identificeer je jezelf? Ik identificeer mezelf gewoon als hetero. Mm-hmm. En je mag mij aanspreken als zij haar. Denk jij dat het hebben van straight allies bijvoorbeeld in de GSA de school eigenlijk ook veiliger maakt? Ja, dat denk ik wel. Aangezien we nu in de onderbouw ook presentaties geven op Paarse Vrijdag. Nou ja, die dag is natuurlijk voor mensen die een andere geaardheid hebben en zo. En daarvoor is acceptatie nodig. Maar wij hebben het er nu ook heel erg over in de onderbouw tijdens die presentaties. Dat het niet alleen maar daarover gaat, maar ook over het respect dat jij naar anderen toe hebt. Ik hoop gewoon dat het daardoor echt voor iedereen wat veiliger wordt. Wij willen zo'n een inloopuurtje gaan maken. Dan kunnen kinderen gewoon binnenlopen en dan zitten wij daar als leerlingen en dan kun je alles kwijt. Dus dan kun je iets aan een leerling kwijt in plaats van dat je naar een mentor moet, wat misschien een beetje een grotere drempel is. Een soort van vertrouwenspersoon, vertrouwensleerling eigenlijk. Ja. Want wat zou jullie leuk vinden om te doen bijvoorbeeld op Paarse Vrijdag als activiteit? Ik ga in ieder geval in de grote pauze. Dat is bij ons gewoon de pauze waar iedereen gewoon pauze houdt. Mm-hmm. Ja. Gewoon een grote pauze in ieder geval. De lange pauze. Dan ga ik mijn verhaal doen over mijn coming out. Hoe ik zeg maar naar mijn geaardheid kijk. Hoe het voor mij is om als homoseksuele jongen dan zeg maar op een middelbare school te zitten. Want ik heb ook onzekere tijden erover gehad. Ik twijfelde ook een hele lange tijd. Ik wilde het ook niet zijn. Ik had wel een hele lange tijd dat ik dacht van ik wil geen homo zijn. Je bent maar gewoon hetero. En dat ik dat uiteindelijk dan heb geaccepteerd. Niemand ziet dat, maar in mezelf is dat wel een hele moeilijke stap geweest. En dat wil ik ook bespreekbaar maken. Dat het niet alleen maar is van, ik denk dat ik gay ben, ik kom uit de kast. Want zo makkelijk is het niet. Nee. Juniper! Doe meiden, leuk je te moeten. Nou lieve mensen, het is weer tijd voor NV's Advies. En ik ben natuurlijk hier met Mart. En een vogeltje heeft gefluisterd dat jij drag ook heel erg leuk vindt. Ja, dat klopt. Ja. Brand maar los, ik ben er voor je. Nou ja, ik heb altijd, als ik mijn drag make-up op heb, heb ik altijd nog wel moeite met een goede eyeliner. Ja? Dus je wil weten hoe je een goede drag eyeliner kan zetten? Ja, precies. Oh. Oh la la. En dit is alleen nog maar je reiskoffer, moet je nagaan. Dit is een reiskoffertje, ja. Ik heb echt een koffertje. Oké, Mart. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe jij er in drag uitziet. Heb je foto's? Ja, ik heb verschillende foto's en niet gillen. De eerste is natuurlijk de eerste, dus dat is niet zo heel goed. Dus we gaan zeg maar naar... Dit is zeg maar mijn allereerste keer drag. Ja. Nou, dat lijkt wel echt op een puppy. Maar hier was ik best wel tevreden over mijn make-up. Ja, heel mooi. Waar loop je dan tegenaan? Ik weet gewoon niet goed hoe ik de vorm moet maken. De vorm van je oog? Hoe ik de eyeliner zeg maar op de mooiste manier zeg maar op mijn oog moet zetten. Mm-hmm. Wat ik eerst ga doen, ik ga natuurlijk eerst even je ogen even primen. Als je ziet heeft dit een heel dun puntje. Oh, wauw. Gebruik je al zoiets of niet? Nee, die van mij is veel dikker. Ja? Ja. Hoe dunner het puntje, hoe beter.
moet je vanuit de onderkant van je wimperrand altijd even omhoog volgen. Ja. Pretty. Stunning. Je gaat natuurlijk voor de hele school in de aula je verhaal doen. Het thema van dit jaar is activisme. Sta op. Wat betekent dat voor jou? Nou ja, ik vind het natuurlijk super belangrijk om allereerst gewoon een voorbeeld te zijn. Ik wil wat kunnen betekenen. Misschien kan ik een soort van inspiratie zijn. Misschien kan ik mensen helpen. Maar ook gewoon door te uiten dat het gewoon oké is. Nou, dat mag je zeker, schat. Ik ben ontzettend trots op jou. Wat je nu al doet op jouw leeftijd. Je bent een voorbeeld voor mij. Maar zeker ook voor heel veel, voor heel veel jongeren van jouw leeftijd. Neem deze mee. Hij is nog nieuw. Maar ook was het even. Dit was de nieuwe, ja. Dus ga hiermee aan de slag. Dankjewel. Hallo. Hallo. Nou, ik denk dat die hele school gewoon leeg is. Dus, wil jij nou ook Paarse Vrijdag bij jou op school? Ga dan naar www.paarsevrijdag.nl en meld je school aan. Hier ga ik snel weg.